Jaarlijks is een traditie dat wij tijdens het uitreiken van de prijs ook bloemen schenken. Twee boeketten bloemen voor mensen die zich op een of andere manier toch verdienstelijk gemaakt hebben binnen onze gemeente. En de eerste bloem wil ik schenken namens je allemaal aan iemand die in mijn ogen al veel eerder een waardering verdient. Een dame die als moeder en grootmoeder en ook als echtgenote van een zelfstandige heel haar leven al geëngageerd is in tal van socioculturele verenigingen en daarnaast ook bereid is om vrijwilligerswerk te doen. En ik heb maar net gehoord, dat wist ik niet, dat ze zelfs aan de basis aan het doopfonds stond van VAT. Een dame die intussen al 16 jaar de coördinator en de stuwende kracht is in voeren bij de jaarlijkse plantjesverkoop voor Kom op tegen kanker. Waarvoor zij de verdeling doet van de azalea's naar de verschillende actievoerders in de verschillende kerkdorpen. En ook nauwgezet de financiële kant opvolgt, zodat elke euro op de juiste plaats terechtkomt voor het goede doel. Ja, een dame die afgelopen jaar zelf getroffen werd door kanker en hiervoor enkele zware operaties moest ondergaan, maar vandaag gelukkig genezen, weer actief is en vanavond ook hier bij ons is. Uit dank en waardering voor die bijzondere gedreven inzet wil ik namens het bestuur van de Culturele Raad en namens alle vrijwilligers van Kom op tegen kanker deze bloemen schenken aan mevrouw Marie-Thérèse Gahanskeer. Bloemen wil ik vanavond overhandigen aan een jonge dame voor een uitzonderlijke prestatie in de zang- en showwereld. Een jonge dame die voor van de 6000 kandidaten voor het tv-programma K3 Zoek K3 een gepresteerd heeft om een reeks zware selecties te doorstaan en tot gisteravond als enige Limburgse te behoren tot de 10 beste zangeressen van de Lage Landen om K3 op te volgen. 2 miljoen kijkers waren de afgelopen weken en gisteravond ook getuigen van haar talent en vooral haar showvermogen. En ook al werd ze gisteravond niet geselecteerd om door te gaan, in mijn ogen de onrechte, is en blijft ze onze zangnabatrice van Voeren, die muziek op muzikaal vlak Voeren op de kaart gezet heeft. En we zullen als cultuurverantwoordelijke en vertegenwoordigers absoluut tekort schieten als we deze buitengewone prestatie niet zouden honoreren met een bloemetje. Een super dikke proficiat voor onze getalenteerde en trouwens ook oogstrillend mooie zangeres uit Teuven. Ze is niet hier, maar ik vraag dan aan de mama, of de papa heb ik in elk geval gezien, aan Erik, om, of de oma, Tonia, om daar boven te komen en deze bloemen samen met u geweldig applaus in ontvangst te nemen en over te brengen aan Laura Ouzen. Hieruit wensen we uiteraard Laura heel veel succes voor de toekomst. Maar ik ben overtuigd dat na deze talentenjacht ze bekend geraakt is in heel Vlaanderen en Nederland en dat voor de toekomst zij zeker haar droom gaat waarmaken in de dans- en in de showwereld. En we zullen nog heel dikwijls en heel veel van haar horen. Veel succes gewenst, bedankt.